Post moet reorganiseren. Gelukkig is er goed nieuws voor een deel van de boventallige medewerkers. Bedrijven als RCCS Waardetransport zijn maar wat blij met de betrouwbare ex-Postmedewerkers. Nou, wij denken dat medewerkers van Post NL, waarmee we aan de slag zijn gegaan, dat het medewerkers zijn die eh, goed inzetbaar zijn, goed gemotiveerd zijn. Het zijn medewerkers die altijd bij een bedrijf hebben gewerkt, waarvan ze een heel groot wijgevoel hebben. En dat wijgevoel willen wij juist profileren in RCCS. Naar de klant toe waarbij de klant centraal staat. Ervaren medewerkers van Post zijn natuurlijk mensen die geleerd hebben zeg maar, om met vertrouwelijke stukken op een goede manier om te gaan. Nou, dat is ook iets wat we willen uitstralen en daarom zijn het ook oudere medewerkers. Ik heb 37 jaar lang bij Post.nl gewerkt en de laatste jaren als, als functioneel beheerder. Vorig jaar in april ben ik door de reorganisatie overcompleet verklaard. En uh, ja, hier kreeg ik een, een nieuwe kans om een uh, hele ander soort carrière uh, weer op te bouwen. Bij PostNL uh, was ik hsm uh, medewerker uh, machinepost. Dus ik sorteerde ja, kleine post, briefpost uh, op volgorde. Ja, uh, dit uh, komt allemaal minder post uh, aan en uh, ja, er wordt minder werk. Dus er worden meer collega's uh, tenminste, uh, ontslagen en uh, ja, allemaal uh, part-timers uh, worden aangenomen. Dus ja, voor de volle tijdwerkers. Uh, is er geen werk meer bij de post? Ik ben 57 en uh, als, als oudere werk, ja, ik kom je heel slecht aan de bak, natuurlijk. Ik zeg, uh, ja, als je 40 bent, dan ben je al oud. Dus, uh, en hier uh, gaven ze je de kans. Uh, het zijn toch allemaal, uh, ja, allemaal 50, uh, tussen de 50 en de 60 jaar die aangenomen zijn. Dus ja, dat, uh, vind ik heel leuk dat ze mij, ons uh, die kans hebben gegeven.